Ja, wat mij vooral boeit, want het verhaal van de Frulles van Beckham heb ik me ook al een paar keer in verdiept, is de relatie met Hengelo. De naam Beckham, dan denk je aan de marken, de oude marken in Hengelo. Maar is daar een relatie? Het antwoord zou heel kort kunnen zijn, nee. Maar daar ben ik niet de enige in, maar er zijn, ik weet dat, en dat zeg ik ook in het boek, dat de mensen van de historische vereniging in Beckham volhouden dat die relatie er wel degelijk geweest moet zijn. Dan gaat het met name over dat ze in huis Altena zouden zijn, dat Maria van Beckham daar geboren zou zijn. Dat is ook wat Van Deijnse heeft geschreven. Maar helaas, van huis Altena is nog tot op heden, voor zover ik begrepen heb, nog nooit iets gevonden. Vanuit Hengelo, van het gemeentebestuur, zijn daar opgravingen gedaan op de plek waar het zou moeten zijn geweest, maar niks gevonden. Dat is een vrij recent, geloof ik. Ja, vrij recent. En degene die voor mij eigenlijk bezig was met een boek over de Van Beckhams, die daar helaas mee moest stoppen, gewoon omdat hij overleden is, waardoor ik min of meer in de plaats ben gekomen, niet om een boek over de Van Beckhams te schrijven, maar over de twee zussen en niet over de hele familie Van Beckham. Maar zelfs die man, Jan van Beckham, had zelfs al uitgevonden dat dat er geen enkele relatie bestaat tussen het dorp Beckham en Maria van Beckham. Je zou dat wel heel sterk vermoeden, hè? Want de naam Beckham die komt ook niet zo heel erg veel voor. Nee, klopt. Wel in de adellijke families in Twente. En dan is al heel snel, zit je dan te denken aan ook die plek waar grachten zijn gevonden aan de Hagmolenbeek in Beckham. Ja. Dus dat, dan zou je toch wel zeggen, er heeft een kasteeltje, heeft er wel gestaan in het kerkdorp. Ja, het zou kunnen. Daar heb ik heb er nooit een schepje in de grond gelegd, maar het zou kunnen. En de enige mogelijkheid die er is, dat er een eerste generatie van Beckhams, van de familie van Beckham, maar dan hebben we geloof ik ook de 13e eeuw, dat die uit Beckham zouden zijn gekomen, maar daarna zijn weggetrokken. Uiteraard met behoud van hun achternaam.